Hallo iedereen! Hallo! Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag hebben we voor jullie de video van al de reacties van onze ouders, onze vrienden. Allee, we hebben niet iedereen kunnen filmen, spijtig genoeg. Sommigen zijn we vergeten of ja, hebben we gewoon niet gedaan. Het was gewoon veel te veel. Ik dacht dat Muffin hier aan de kabel zat. Maar we hebben er wel veel gedaan. Als je trouwens tussendoor geluid hoort, de afwasmachine en de droogkast zijn aan. Dus sorry daarvoor. Maar we gaan dus tussen de video's door iets toelichten of zeggen. En dan gaan we zelf ook de video's kijken. Zodat jullie zo een beetje meer weten hoe we het hebben aangepakt en wat we hebben gezegd en wie je ziet in de video. Goed? Yes, ik ben volledig mee, ja. Ja? Oké. Let's go. Oké, we kijken dus zelf mee naar de video's hier. De eerste tegen wie we het hebben verteld waren mijn ouders. Dat was de avond zelf. Ik had het 's ochtends ontdekt, 's middags tegen u gezegd. En toen hadden we afgesproken van, ik ga niks zeggen. Ja, nee, maar ik kan niet zwijgen. Ja, ik kan niet zwijgen tegen mijn ouders, zeker niet. Tegen anderen was dat makkelijk, maar tegen mijn ouders of Niels zijn ouders vond ik dat helemaal niet makkelijk. Je werd niet op je gemak, hè? Nee. Je moest altijd oppassen met wat je zegt en ja. Zo precies iets verzwijgen altijd en dat valt zo hard op. Dat ja, is, en ik was zo zenuwachtig heel ja, tijd. Daarom, ja, dat en ik dacht, die gaan dat zien, dat ik mij raar gedraag. Plus, mijn ouders kwamen eigenlijk gewoon eten, niks speciaal, gewoon eten stond al lang vast. Hmm. En mijn papa was heel chic. Ik ga even mijn geluid uitzetten. Maar mijn papa was heel chic gekleed, mijn mama was heel chic gekleed, mijn zus was chic gekleed. Hmm. Die hadden bloemen bij voor mij, een fles wijn voor u en ik dacht, hoe raar. En mijn papa heeft zo'n grote gouden ring met de H van Horst van mijn opa. En die had overleden opa. Ja, mijn overleden opa. Dat is veel waarde. Ja, en die had die aan. Wat heel raar was, want mijn papa draagt die echt alleen op speciale momenten. Bij kerst of nieuwjaar of iemand van ons een verjaardag of zo. En die had die aan, dus ik dacht in mezelf, hé, hoe raar is dit? En toen was mijn mama iets aan het vertellen van, weet je wie er ook nog zwanger is, bla bla bla. En toen dacht ik, oké, ik ga het toch zeggen. Toen ben ik snel de test gaan halen boven. Heb ik gezegd, en weet je wie er ook nog zwanger is? Wij. En Niels wist van niks. Nee. Tegen Niels gewoon echt totaal niet gezegd van, ik ga dat zeggen, ik ga de test halen. Niks. Ik zei gewoon, ik ga naar het toilet. En toen ik terug kwam, vloekte ik het. Ik was toen volgens mij al je drank aan het inschenken, ja. Denk ik. Toen even ertussen zo. Ja, inderdaad. Dus ik heb dat ook niet gefilmd, spijtig genoeg. Het was een hele mooie reactie. Het was heel mooi, man. Papa waren allebei heel aangedaan, mijn zus ook. Maar ze hadden het verwacht. Dus papa zei direct, ik wist het. Daarom had ik ook mijn ring aangedaan, daarom had ik ook bloemen gaan halen en zo. Dus ze wisten het, ze voelden het. Ja. Dus dat was wel gek. Maar dan heb ik wel nog beeldjes kunnen maken, ik denk. Nog dat ze mij een knuffel geven, denk ik, of zo, of ons knuffelen nog net. En dat we zo dat rompertje laten zien. Ik had een rompertje laten maken bij Kadeco voor Niels. En die beeldjes heb ik wel nog gefilmd, dus die komen nu. Ja! Ik dacht al wel. Dankjewel. Ik dacht al wel. Het is nog heel veel, hè. Dus zeker. Ik kan je niemand zeggen, hè. Nee, ik dacht al wel. Dat is tussen ons. Maar ik kan niet zwijgen, hè. Ik dacht al wel. Ja, we waren wel aan het zwijgen. Ik heb al gebleven, dus man. Oh, heel een dag, ja. Emotioneel. Ik zo. Nu is het niet verweven. Maar van blijdschap, hè? Ja. Goed, hè? Natuurlijk. Dat is mooi. Ik dacht er wel, oké, ik heb ook mijn ring aan gedaan. Ik dacht, ik had niets verwacht. Ja, we waren dan wel aan het proberen. En ik denk dat het de derde
keer als ik drink, ook nog alcohol. Ik heb vandaag pas te weten gekomen. Ik ging het eigenlijk niet zeggen, maar ik kan niet. Dan kreeg ik me raar gedragen, dat wil ik niet. Ja, maar tegen jullie... Ik geloof dat ik dat wist, dat ik dat niet verwacht, hè. Geloof je dat? Schattig, hè? Dat is chique gedaan. Heb je dat laten maken? Baby Mang & Look, ja. Voor wanneer heb je dat laten maken? Is het morgen? Nee, joh. Ik had deco. Hoe chique is dat, joh? Oei, en die weet dat dan? Ja, die... Ja. Maar ja, die zei ik slecht niks, hè. Allee, joh. Klein, hè. Ja, en dat was nog niet zo klein, hè. Holy crap. Ja, maar dat is nog dus veel te maar dat was niet het kleinste. Oké, okay, dat waren dus de beeldjes van mijn ouders. Als volgende hebben we het aan Niels zijn ouders verteld. Dat was op een woensdag gewoon, denk ik. Een paar dagen later, 2-3 dagen of zo. En toen zagen we die, want we gaan daar altijd eten op woensdag. En we hadden gezegd, omdat we hier altijd zoveel mogen komen eten. Ja, of dat we altijd hier mogen komen eten. En, ja. Hebben we een cadeautje voor jullie bij. Ja. En hadden we dus een fotokader met de foto die Celine al van ons in dat weekend had genomen. Ah ja, Celine was de tweede aan wie we het hebben verteld, maar die komt zelfs. Maar hebben we dus dat cadeautje afgegeven met die foto erin. En ja, ook zij voelden het helemaal aankomen. Ja. Dus bij deze ook die beeldjes. Moet ik gaan zitten? Ja, of niet? Dan kunnen we het samen open doen, ja. Ik denk dat ik het weet. Wacht, voordat ik het open doe, voordat ik het maar kijk. Ik denk dat ik het weet. Ja, ik denk dat ik het ook weet. Doe het maar gewoon open. Ik ga wel beginnen pleiten. Ja, ik weet het ook. Zie je het? Oh, nee. Hey, fuck! Is dat wat? Zie oh. Oh. Dus zoals je ziet, Niels zijn mama was heel aangedaan. Super cute, was echt heel lief. En ja, dat was ook wel een heel fijn moment. En dan de beeldjes die nu komen. Het eerste wat ze deden buiten ons knuffelen en proficiat en zo zeggen, was naar mijn ouders facetimen. Dus dat was ook wel heel cute. We zijn heel blij en mogen heel gelukkig zijn, want onze ouders kunnen best goed opschieten. En dus wat ze toen hebben gedaan is facetimen met elkaar. Dus daar heb ik ook een paar beeldjes van. Ja. Had jij het verwacht? Ja, ik had het ook verwacht. Ja, ik ook. Hier is ze. Ja, ik ook. Ja. En ik had mijn paas en ring aangedaan. Ja, ze vertelden het. Ja, ze zei het. Next up, Celine en Nick en Noah. Sorry, de droogkast. Ja, ook Celine wist natuurlijk wel dat we ermee bezig waren. Ja, ja. Dat we dat graag wouden. Die had het ook zien aankomen, hè? Ja, maar ik had... Zeker met ons zakje zo. Ja, maar ja, ik had wel gezegd, ik heb iets voor de baby, voor hun baby. En ik had ook effectief iets bij en dan ook ons rompertje waar het op stond van Baby Mang & Look. En dat had ik dan afgegeven, echt random op een parking. Ik kon niet wachten. We gingen wandelen toen en al de biezen, ik kon niet wachten. Dus ik heb dat direct op de parking aan de auto gegeven. Dat is ook belangrijk voor u om dat snel aan Celine te kunnen vertellen. Ja, hè, want ja we werken elke dag samen. Ik zie die elke dag. Als je dan altijd moet opletten wat dat... Ja. Wat ik moet zeggen, plus ja, zij heeft al een schoon zoontje, dus die kon altijd helpen met alle vragen die je had. Ja, mijn vragen te beantwoorden, dat is waar. Ja. En ik wist ook van, met Noah wist ik het ook snel. Ook, ja, 7 weken, want ze zat toen in Bali, dus ja, dat was toen wel makkelijker. Dat kan ik niet weten. Dat was toen makkelijker voor hun om niks te zeggen, omdat ze in Bali zaten 3 weken. En nu met de tweede baby wist ik het al van week 1. Toen was ze 1 week zwanger. En ik was trouwens, toen ik het vertelde, 4 weken toen we het hebben ge... Drie of vier weken, denk ik. Ja, nog april, hè. Ja, ik denk 4. Maar ja, ik heb er zelf voor gekozen om het al vroeg te zeggen. Ook mocht er nog iets mislopen, wat trouwens altijd nog kan.
hout vasthouden. Maar mocht er iets mislopen in dat eerste trimester, zijn dat ook wel de mensen waar ik steun bij zou zoeken. Dus daarom. Dus de beeldjes van Celine, Nick en Noah. Daddy? Ik heb een was! Profiel gehad! Ik heb een was! 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 Dank je wel! Ik ben een was! Ik heb 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 een was! Ja, dat was ook heel schattig. Ja, Noah. Ook heel schattig hoe Noah mij zo vastpakt en ook zo kust terwijl ik Nick een kus ging geven. Dat was echt heel cute. Dan, next up. Ja, dat zijn. Ja, dat was mijn beste kameraad met zijn vriendinnen. Was is je beste kameraad? Ja, die was op de video, hè. De video is dan van even terug. Ja, ja. Ja, dat is dus mijn beste kameraad. Ja, bij Nicky en Amber, dat was ook redelijk snel. Ook heel in het begin nog. We gingen daar eten buiten, want het was heel mooi weer. En we hadden, ik had daarvoor al naar Amber gestuurd van wij hebben. Ah, ik moet iets filmen voor Decenio. Ja. Een kadertje, zo gezegd, afgeven voor een housewarming. Is dat goed? En ze zei, ja, ja, dat is goed. Je mag ons filmen. Dus dat het niet raar was dat ik daar begon te filmen. Ja, begon te filmen. En ze zei, ja, 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 dat is goed. En ja, toen hebben we het gezegd. Dus je hoort mij ook iets zeggen van Decenio en housewarming. Maar dat was dus fake. Was dus eigenlijk zeker. Ja, ze speelden ook gewoon mee. En ze hadden het echt niet zien aankomen. Nee, dat was grappig. Hè? Die dacht yeah. Ja, want wij gaven een foto van ons af, toch? Yeah. Een trompertje. En zij dacht nog van, allee, waarom geven jullie nu een foto af van hun? Yeah. Van hun zelf. Hè? Zo ja, inderdaad. En toen zagen ze dat rompertje pas. Dus dat was ook wel heel cute. Amber moest ook trek wenen. Dus dat was echt super schattig. Samen met jou, dat zij dat open doen en dat jij ook mee ziet zo. Ja. Het is zo gezegd housewarming gift. Ik zal even zeggen, wacht. We zijn ondertussen bij Amber en Nicky en we gaan ons Decenio cadeautje afgeven. Dat hebben we samen gekocht. Allee, gekozen ook. Echt chic, hè? Ja, leuk hè? Oké. Okay. Ben benieuwd wat ze ervan gaan vinden, ze. Oh my god. Oh, is dat echt? Ja. Oh, dat had ik niet verwacht. Ik had dat niet verwacht. Oh, dan is het goed gelukt. Amber, die willen. Ja. Dat is zo fijn. Oké, dan hebben we Niels zijn moeken en vakken. Ja. Dat heb ik ook gefilmd. Oh, ja. Moeken. De mama van Niels had gezegd van komen jullie woensdag even langs. En ja, Moeke maakte zich zorgen omdat dat raar was dat hij zo expliciet vroeg van komt je langs. En die had dan heel de nacht niet kunnen slapen omdat ze dacht dat er iets was met Niels. En dan had Niels zijn mama gezegd nee, er is niks, het is goed nieuws, maak je geen zorgen, we garmen. En dan wist ze. Verstaan de mensen dit eigenlijk op die video? Want dat is echt een plat campies volgens mij. Ja, ik weet niet als jullie het gaan verstaan, maar dus bij deze beelden. Anders moet ik er subtitles bij maken. Zijn we klaar voor wat gaan we te vertellen aan mij? Ja, want ik heb haar speciaal laten komen om een plechtige mededeling te doen. Echt een flit, hè? Kan ik rouwen dan? Nee, je mag niet rouwen. Dat is het ding eraan, hè. Oh, ik heb geen bril op, zeg ik. Ik heb een portemonnee boven, want je kunt niks zien, zeker. Ik heb een kostuum te kopen. Dat trouwen. Dat
Dat nog niet, nee, hè. Maar we krijgen wel een kindje. Ah wel, en we krijgen gelijk. Ik meen mijn zus te zeggen. Ja, ja. Ik heb het tegen Willy te laten zus gezien. Zijn dingetjes is in verwacht. Dus laat me over de kant. Ja, je zien in de foto. Thanks, kind. Thanks, kind is in verwacht. Ik heb het alles nog gezien. Een echt dat dingetje is in verwacht. Die kan mijn naam niet heel goed onthouden. Nee, dat is een moeilijke naam. Ja, Talisa. Meer oudere mensen hebben dat wel bij mijn naam. Hoe is het? Hoe is het? Hoe is het? Ah ja, Talisa. Ja. Ik zeg altijd, je mag toch Lisa zeggen, maar dat doet ze dan niet. Ze zegt dan wel effectief Talisa. Ja. Dat was ook wel grappig, maar ik denk wel dat jullie het hebben kunnen verstaan. Dan, als volgende hebben we Alessandra Charlotte. En Céline staat er ook bij, maar Céline wist het wel al. Daar was ik wel al 12 weken zwanger. Hè, ja. Bij de meeste heb ik wel gewacht tot 12 weken. Buiten dan Céline, ik, Amber, Nikki en onze ouders eigenlijk. Hmm. Dus daar vertel ik het aan hun. Dat was ook wel een heel grappig moment, want Charlotte is natuurlijk zwanger, hoogzwanger. Céline is zwanger, Alessandra niet. Maar ja, dat was ook wel super tof. Klaar? Ja. 3, 2, 1. Wij krijgen ook een baby. Nee. Die daar zaten en de plaatsen Charlotte, Céline en ik echt zoals zo huppeltrutjes. Echt wel heel grappig. Dat beentje daar was ook. Ja, Céline doet zo haar voetjes op. Maar ja, het is wel leuk natuurlijk, want onze kindjes gaan van hetzelfde jaar zijn. Dus dat is wel heel tof als we dan iets gaan doen en zo. Ach, dat gaat wel heel leuk worden. En dan hebben we ook wat gedaan alsof dat we een foto gingen maken. Ja. Dus ik had gezegd, kom, we gaan nog eens een foto maken. En ja, dat is niks raar, want dat doen we wel vaker. En toen was Niels eigenlijk aan het filmen. Dus dat was wel heel grappig. Dan hebben we mijn mama haar familie, mijn bompa, mijn mama haar twee zussen. Ik weet niet of de broer er al bij was of daarna is gekomen. En dan mijn metekindje Bente en zo zit erbij. Ook heel grappig vond ik, want ik zei dat Abompa was 80 jaar, nee 80 was eigenlijk 84 jaar geworden, dus toen gingen we het daar vertellen. Zeg Abompa, we hebben al proficiat gezegd, maar nog eens proficiat, want je wordt overgrootvader. Allee. Oh, leuk. Proficiat. Hallo. We krijgen een kindje. Oh, hey, hey, denk maar, wacht eens, hè. Talisa, ik heb echt... Ik weet hoe dat komt. Bij borstvergroting. Op een televisie te zeggen. Op de keer is de televisie ook. Ik zeg dat. 25 december. Oh, kijk, kijk, kijk. Oh, kijk. Oh, ik dacht 15, ik dacht dat. Nee, 25. Dan die 10 dagen weer zijn. Ja, ja. Als het zo is, dus. Oh, ja. Ah, dat is zo. Ja, dat is zo. En hoe lang ben je hier? Veel te lang. Eigenlijk weer. Laatste weekend van plaats vakantie. Ah, maar jij wist dat. Oh, jij wist dat. Ik 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 wist dat. Ja, maar Thaisa komt ook, hè. Want ja, die moet om 3 uur, komt die dan, hè, ook, hè. En ik was zo, ah, mama. Nee, dat was wat ik zeg. Oké, mijn bompa zegt in het begin, ik weet hoe dat komt met uw borstvergroting. Dat is heel random. Maar dat was juist in die week, denk ik, was er op TVL een reportage waar ik aan had mee gedaan over borstvergroting en plastische chirurgie. Maar dus, er was een reportage op TVL en hij had dat gezien. En ja, ik heb
mijn borst ondertussen al 7 jaar, maar ik heb nooit tegen mijn bompa persoonlijk gezegd: hey bompa, mijn borst is groter. Dus dat was denk ik de eerste keer dat hij daar iets van wist, van dat te zien op TVL. En ineens zegt hij: dat komt daardoor. Heel random dus, maar wel cute, wel grappig. Vroeger misschien eens mee te maken? Wie ja, weet. Vroeger in hun tijd, wie weet. Mijn bompa zal denken: ja. Yeah. Dat werkt zo, weet ik veel. Oh. Die kent daar waarschijnlijk niks van. Dus, nee. Die mensen toch zelf 4 kinderen? Ja. Hoeveel? 4? 5? 4? Ja, maar dat was ook wel heel grappig. En als volgende hebben we Delphine. Dat is de beste vriendin van mijn zus, maar ook een hele goede vriendin gewoon van de familie en van mij en zo. Daar zijn we ook al vaker mee op vakantie geweest. En spijtig genoeg heeft de GSM het geluid niet opgenomen. Dus. Dat is wel jammer, hè? Dat was ook wel een hele chique video. Ja, enthousiast. Maar ik zal het geluid zijn. Dus ik ga de video nu zetten en dan zal ik proberen te zeggen hoe het ging. Dus ik had eigenlijk gefacetimed. Ik had een berichtje gestuurd, maar ik even bellen, iets vragen voor het werk. Want zij doet ook zo. Wat is dat? Communicatieachtig? Nee, ja. Zoiets. Hè? Shoot me now. Maar alleszins. Delphine kent er ook wel zo wat van en al. Dus ik wil vragen, ik moet iets vragen voor het werk. En dus nu, ik zal de ondertitels doen. Oké, dus nu zeg ik, ik moet even iets vragen. Wat vind je van deze foto? En dan liet ik de echo zien. En Delphine. Was wel heel grappig en was ook echt heel blij voor ons. Dus dat was echt wel heel leuk. Hij is toch ook altijd een blij in die. Die is altijd zo blij. Dat is echt gewoon wel heel fijn om te zien. Ja, die is altijd enthousiast, positief. Ik heb hier nog nooit anders geweten. Dus dat was wel een heel fijn moment om te zien. Dan als volgende heb ik mijn onkel Massimo en tante Sylvia gebeld. Die waren samen met mijn nicht Stefanie aan het wandelen. Mijn neef Bram, die zijn vriendin Nele en Stefanie haar vriend Sander. Stefanie en Sander hebben zelf 2 kindjes en Bram en Nele hebben er ook 2. En ja, ook daar is weer geen geluid. Dus ik zal proberen. In het begin doet mijn onkel Massimo echt zo van jui met zijn vuist. Dan zegt hij dan, Sylvia, kom eens. En ik zeg dan aan Sylvia echt zo, och jij. Allee. Ja, die was ook wel heel blij. Nou riep ze op Stefanie! Die roept zo hard. Maar brullen hè, op straat. Ja, Stefanie! En die stonden ergens op het straat. En dan zo, Talisa zwanger. En dan ja, Stefanie erbij. Ook zo proficiat en hoeveel weken. Dus daar vroegen die mij gewoon als. En vanachter zit je dan nog Nele springen. Nele ook erbij. Van oh my god, en mijn neef Bram. Dus iedereen was echt zo van proficiat en ook dat was wel heel fijn. En ergens had tante Sylvia het wel voelen aankomen ook. En dan Sander, dat is de vriend van Stefanie en die was dan ook heel blij en ook zo chic. Want we gaan ook, als de baby 4 maanden is, dan gaan we naar Amerika met hun. En zij hebben dan een kindje van hun kindje is dan 6 maanden, want Stefanie is voor de 3e keer zwanger. We krijgen een meisje. En ja, dan gaan we met onze baby's allemaal naar Amerika. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat gaan. Dan als volgende hebben we Freya en Eva. Freya is mijn nicht, maar ook een van mijn beste vriendinnen. En Eva is ook een van mijn beste vriendinnen. Daar deden wij eigenlijk hetzelfde concept ja, van de foto. Niels was trouwens heel enthousiast. Ja, blijkbaar klink ik niet zo enthousiast op die video's, maar ja, dat is dus wel, nee. Hè. Maar ja, ik mocht ook niet, hè. En Niels. Dat was een ingestudeerd nummertje, hè, ja. Niels kan er zo niet tegen als dat zo ingestudeerd moet. Allee, dat was niet ingestudeerd. Niels moest gewoon zeggen, we krijgen ook een baby of we krijgen een baby of zo. Ja, maar ik kan dat nee. niet. En Niels denkt dan in zijn hoofd dat hij heel enthousiast klinkt. Ja, eigenlijk wel. Maar dat is totaal niet. Maar ja, dat is ook niet erg. Sorry. Oké, dus dan de beeldjes. Dat zijn trouwens ook de laatste van Eva en Freya. Klaar? Ja. 3, 2, 1. Wij krijgen een baby samen. Echt? Nee, dat meent je niet.
Ja. Dank je. Al 12 weken. Oh, zeg niet meer. Oké, dat waren de beeldjes van Freya en Eva. Was ook echt een super mooi moment. Die moesten allebei wenen. Freya echt super hard. Dus dat was echt zo cute en zo lief. Was echt wel heel fijn. Ook gewoon zo mooi om dat zo te kunnen delen en te vertellen, vond ik. Ik vond het echt heel leuk. Ja. We hebben nog gehad, hè, momenten. Ja, we hebben spijtig genoeg niet kunnen filmen. Het spijtigste vind ik nog altijd uw papa. Ja, dat was ook die een mooie gemist reactie, hebben. Ja. We hebben natuurlijk zijn mama en zijn stiefpapa. Want dat was eigenlijk nog het beste. Uw papa was het beste scenario eigenlijk, ja. Hè, van hoe dat we het hebben kunnen zeggen toen. Je kunt dat wel vertellen, hè? Vertel maar. Mijn papa had graag foto's van ons twee voor in kamers te hangen bij hem thuis, maar dat was zo het huis aan het herinrichten, een beetje moderner aan het maken. Hij had hem zwarte kaders gekocht en daar wou hem dan zwart-wit foto's van ons in. Mm-hmm. Dus ja, Thalisa foto's laten maken. Ja, die had dan een berichtje gestuurd naar mij, dus ik had Thalisa foto's laten maken van ons. Laten printen. En dan hadden we een zestal foto's, effectief zwart-wit foto's van ons, gewone. En dan hadden we tussen die foto's ene in kleur tussen gestoken, met ons rompertje. Ja, wij met het rompertje. Ja. En toen was hem zo aan het bladeren, door die foto's. Ja, we zeiden kies er maar vier, want we hebben er zes. Kies er maar vier, pak de vier mooiste er maar uit. Ja. Toen was hem zo aan het bladeren, en dan ineens... En dan ben je gewoon te benen. Ja. En hij was echt zo heel tijd stil en zo naar ons aan het kijken. En dan begonnen te wenen. Echt zo van zo chic en zo fijn. En, ja. Dat was ook schoon, eigenlijk. Ja, dat was echt het beste scenario. Een hele was mooie goed, reactie ook. Ja. Dat was wel mooi. Ja, en natuurlijk veel van uw vrienden. Die hebben ook allemaal niet gefilmd, maar dat was ook allemaal wel heel leuk. Dat was op mijn verjaardag, heb ik dat kunnen zeggen toen tegen mijn camera. Dan. Ja, ik vond Kaylee en Chocke sowieso, die hebben ook al iets eerder gezegd. Dan hebben we zo geklanken en gezegd op de baby. Maar die voelde dat ook aankomen, want Kaylee had blijkbaar nog in de auto gezegd van ik denk dat Thalisa zwanger is. Dat is mensen dat zo weten. Hier, jullie ook hier. Veel mensen hadden het zien aankomen. Volgers van u en zo, dat die echt allemaal wisten. Ja, voelen. Precies. Niet wisten, of eigenlijk voelen, ja. Ja, ik denk wel dat mensen dachten de logische stap is, was dat ook voor ons, denk ik, de volgende stap. Of trouwen. Maar ja, Niels gaat niet op zijn knieën. Dus heeft hij mij maar een baby gegeven. Nog beter. En Lamai, zijn reactie vond ik ook heel leuk. Lamai en Mai. Ja. Vond ik ook. Allee, de rest van de vrienden ook allemaal. Ja, ja, ja. Maar ja, dat hebben we allemaal niet gefilmd. We hebben nog mensen wel die we echt niet gefilmd hebben. We hebben geprobeerd om het tegen de meesten echt in het echt te zeggen. Ook omdat buiten mocht alles nu. Allee, mocht je met 10 de laatste tijden. Dat was een drukke periode. Dus we hadden het heel druk om tegen iedereen te zeggen. Nou, we wouden het graag ook tegen de meesten gewoon echt in real life zeggen. Dan moest jij nog nep stories maken met alcoholvrije wijn en wat was het allemaal? Voor de mensen te doen geloven dat je nog wijn aan het drinken was. Ja, of ook voor bij Celina's 30ste verjaardag waren Alessandra en Charlotte ook. Ja. En toen hadden we nog niet gezegd dat we zwanger waren. Nee. Dus heb ik heel de tijd alcoholvrije cava gedronken. Nick ging dat dan zo stiekem voor mij ingieten, alcoholvrij. En dan voor Alessandra wel met alcohol bijvoorbeeld. Dus dat was ook nog een heel gedoe, maar ze hadden niks hoor. Op een gegeven moment zei Alessandra toch, hoe komt dat uw kava lichter is dan de mijne of zoiets? En ik, jij dacht, shit. Oh ja, dat was het laatste van de fles. En ik dacht, maar dat is echt goed gevonden. Ja. Ik was dacht, echt shit, wat zeg ik nu? Dus ik zo, dat was het laatste van de fles. Ja, ik dacht echt, goed. En ik heb ook nog heel veel sushi gegeten bij mensen. Maar gelukkig was er altijd heel veel gefrituurde sushi of veggie sushi. Ja, dat mag ik eten als zwangere. Gewoon geen rauw. Dus al geluk, dan viel dat ook gewoon niet op. Als ik altijd dan aan. Ze heeft dat goed gedaan, of dat Eén keer zijn we wel door de mand gevallen. Ja. Dat was bij Laurens, zijn verjaardag. Ja. Laurens verjaardag, en we gingen samen met Kelly en Marco. En die hebben zelf een kindje, Billy Bo. Die wisten het. Kelly.
Ja, dingen, Laurens vroeg aan mij, Tally, wat wil jij drinken? Cocktail of cava of rosé? En ik zeg, nee, ik neem antibiotica, dus ik mag niks. En toen zei Marco, ja, ja, antibiotica. En welke antibiotica neemt je? Ja, of Kelly, bijvoorbeeld ja, te lachen, en ik, en Kelly, ja, welke antibiotica of zoiets? Ja, en toen had het natuurlijk toen, door. Ja, toen hebben we het ook maar gewoon gezegd. Dus dat was ook wel heel fijn. Dus ja, dat waren alle reacties. Ik vind het zelf leuk om dat allemaal zo op beeld te hebben. Later ook aan ons kindje te laten zien. En we hebben de video, hè? Ja, we hebben de video. Voilà. Ik ga dat later aan ons kindje tonen. Hè. Hopelijk vonden jullie het ook leuk. Doe zeker thumbs up. Vrijdag komt de gender reveal. Heel spannend. Wij weten het nu al een week. Ja. Maar jullie nog niet natuurlijk. Dus ja, tot vrijdag. Doei.